Sommige stukken van Nederland zijn zo door en door rot dat ze maar het beste teruggegeven kunnen worden aan de zee. Wat mij betreft mogen ze de dijken alvast doorsteken bij Urk. De woorden van Trump over de ongeregeldheden op Urk kwamen hard aan in het dorp. De Urkers kunnen vandaag en vrijdag bij het politiebureau aangifte doen tegen de column. Van de dijken doorsteken en dat betekent dat er dus... ik vind het een doodsbedreiging. Als je wenst dat mijn gezin in zee teruggeworpen wordt, vind ik een doodswens. En het raakt me gewoon heel erg. Eerder gaf ook burgemeester Pieter van Maren aan in gesprek te gaan met het Openbaar Ministerie. Hij wil onderzoeken of het mogelijk is om juridische stappen te nemen tegen de uitspraken. Ik wil er gewoon mee bereiken dat ze goed gaat nadenken wat ze zegt. Het raakt me gewoon heel erg, want heel Urk staat niet synoniem voor wat er gebeurd is. De politie gaf vanmiddag aan het druk te hebben met het aantal aangiftes. En ze verwachten vrijdag ook druk te zijn. Ondertussen hopen ze in het dorp vooral op excuses van Trump. Misschien wordt er om gelachen, maar in principe, we staan vaak in een negatief daglicht. En vaak is er ook genoeg reden, want er zijn genoeg mensen in beeld gekomen die daaraan hebben bijgedragen. Maar er zijn ook gewoon mensen die gewoon hun werk doen en gewoon hun leven leiden. En ja, daar moet je niet over één kam scheren.